bij? Market, Martien, ja. Cheese. Dit is een filmpje, hè? Dat is geen foto. If I was to say to you, every kid in my child. Ik ben altijd in voor een feestje, dus met krukken en al kom ik toch eventjes kijken hier. En bovendien ben ik dol op Noodorp en moet ik vast integreren, hè? Nou, ik wil iedereen van harte welkom heten op dit vrijwilligersfeest 2016. Uiteraard leden van de selectie die keurig netjes achter de bar staan om jullie straks te bedienen. We hebben ook een aantal sponsors uitgenodigd die gehoor hebben gegeven aan onze uitnodiging. En natuurlijk eigenlijk de belangrijkste groep, de vrijwilligers. En dat is de burgemeester van Pijnakker-Noodorp. Geef er even een warm applaus. Dames en heren, het is heel goed om hier te zijn bij uw tweejaarlijks vrijwilligersfeest. Als voorzitter van een sportbond, andere sport die hier in Pijnakker-Noodorp helaas niet wordt beoefend, weet ik dat de sport in Nederland nergens zou zijn zonder vrijwilligers. Uw voorzitter zei dat ook al. En het is leuk om te zien dat RKDO dat ook inziet en deze traditie heeft om vrijwilligers te bedanken. Maar ik ben hier vanavond niet alleen voor u, maar ook om een van de vrijwilligers extra in het zonnetje te zetten. Iemand die al sinds 1981 actief is voor de vereniging als lid van de jeugdcommissie. Ik heb het over Jan Greven. Waar bent u? Ik kijk alleen maar in het donker, dus... Jullie wisten het, hè? Goeiedag. Goeiedag. Na de jeugdcommissie werd u in 1985 voorzitter van de bouwcommissie voor de sporthal. U was werkzaam in de bouwwereld, dus het was een logische keuze om u daarvoor te vragen. En dit deed u tot 1991, waarna u voorzitter werd van RKDO tot het jaar 2000. Van 1991 tot 2013 was u voorzitter en lid van diverse bouwcommissies binnen de club, zoals voor de verbouwing van het huidige clubgebouw en de verplaatsing van sportvelden vanwege woningbouw. Daarnaast was u van 1999 tot 2005 jeugdleider van RKDO. Van 2004 tot 2010 was u grondlegger en voorzitter van de scheidsrechterscommissie, waardoor u structuur gebracht hebt in het opleiden en begeleiden van scheidsrechters. Daarnaast hebt u een actieve rol gespeeld in het tot stand komen van de commissie Normen en Waarden. Van 2013 tot heden bent u barmedewerker en u ons ook belangrijk. En u ondersteunt de penningmeester van de vereniging. Maar u was niet alleen actief binnen uw eigen vereniging, u bent ook binnen de KNVB geen onbekende. In 2001 werd u lid van de Algemene Vergadering Amateurvoetbal en in 2007 lid van de Bondsvergadering van de KNVB tot 2015. Als afgevaardigde amateurvoetbal maakt u deel uit van de Kamer Zaalvoetbal, waarvan u in 2007 voorzitter werd. Vanuit deze rol was u in 2010 lid van de regiegroep Zaalvoetbal en vervulde u van 2007, ja al die jaartallen, tot 2012 de functie van adviseur van de licentiecommissie Zaalvoetbal. Ik zie u knikken, het klopt. Ja, ja. Ja. Je weet het wat, hè? Van december 2015 tot heden bent u ambassadeur van de KNVB. De KNVB vindt dat u, en dan citeer ik, persoonlijke inzet, de amateurvoetbalsport en met name het zaalvoetbal een bijzondere grote dienst heeft bewezen. Dan zijn er ook nog uw werkzaamheden voor HFC ADO Den Haag, van 2008 tot 2015 lid van de ledenraad, van 2010 tot 2014 lid van de financiële commissie, en 2014-15 voorzitter van het bestuur. Ook was u binnen de gemeente, was en bent u binnen de gemeente actief als lid van het sportplatform van 2003 tot 2009. En van 2008 tot heden bent u jurylid bij de sportverkiezing in Pijnakker-Noodorp. Dat hebben we onlangs weer gehad.
Tenslotte wil ik ook heel graag uw activiteiten voor het project Stars in the Ice vermelden. U speelde hier een rol bij het opleiden van voetbalcoaches die werken in achterstandswijken in Zuid-Afrika. Sinds de oprichting zijn er 750 coaches opgeleid die in de sloppenwijken werken. Meneer Greven, u wordt gekenschetst als een man die voor iedereen een luisterend oor heeft, oprecht geïnteresseerd in de ander en actie onderneemt als dat mogelijk is. U bent integer, bescheiden, analytisch en plichtsgetrouw. Vrijwillig is niet hetzelfde als vrijblijvend. Uw hele gezin heeft een rood-wit hart. En u heeft ook zeker bijgedragen aan de familieclub die RKDO op dit moment is. Zelf was u niet een uitzonderlijk voetbaltalent. Maar u mag nog altijd graag een balletje trappen in de zaal. En daar maakt u dan ook tijd voor. Dames en heren, het is dan ook met veel plezier dat ik u kan meedelen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om u, Johannes Michael Maria Greven, gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten op het terrein van de sport, bij koninklijk besluit van 12 februari 2016 te benoemen tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ja, wat moet je dan zeggen? Volstrekte verrassing. Volgens mij waren er wel een paar. Ik vond wel heel veel mensen van die ik vorige week nog bij de sportprijsverkiezing had gezien. Ik denk, wat doen die allemaal hier vanavond? Maar dat nu is me duidelijk. Ja, uiteraard enorm trots dat ik deze onderscheiding heb mogen krijgen. Ik ben er ook nog steeds buitengewoon trots op dat ik lid mag zijn van deze fantastische vereniging. En zo'n avond als dit, die bewijst dat altijd weer. Iedereen die op wat voor manier dan ook heeft bijgedragen aan dat ik deze oorkonde heb mogen ontvangen. Hartelijk dank en laten we met z'n allen een mooie feestavond van maken. Ik heb er in ieder geval wel heel veel meer zin in als het nu komt. Hey, veel plezier, het feestje is voor jullie, vrijwilligers. Dank jullie wel. Van je broer. Van door. En dankjewel. Zo is het wel een beetje zeker. Ik vond leuk dat jullie een bloemen kregen. Ik denk, dit is wel hard, hè? Ja, goed. Ja, perfect.